Goedenavond en welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van vrijdag 28 februari. Met daarin onder andere werkdebat in Dudok. Stadsregio Arnhem-Nijmegen eist goedkopere buskaartjes. Goedenavond en nogmaals welkom. Het Van der Valk Hotel bij Papendal gaat 2 hotelkamers met een spray testen tegen virussen en bacteriën. Zij zijn hiermee het eerste hotel van Nederland die de proef uitvoert. Marije van der Valk legt uit hoe ze op dit idee gekomen zijn. We zijn benaderd door de importeur van NocoSpray, die op dit moment zeg maar het apparaat alleen gebruikt in de medische wereld, met name ziekenhuizen en tandartsenpraktijken. En wij samen zien veel potentie voor de hotelindustrie en hebben na verschillende gesprekken besloten om hier een pilot te starten. Je ziet natuurlijk wel met opkomst van de Aziatische markt en ook dat er meer vraag naar komt naar allergievrije kamers. Nou, we gaan best wel weer naar het buitenland, zie je de mondkapjes, dus het is wel een thema wat steeds meer naar voren komt. En zodoende denken wij dat het goed is om dit met onze gasten te testen. Wat is het voordeel dan van zo'n spray? Het voordeel is, en laat ik vooropstellen, dat de kamer ten alle tijde, ook al gebruikt hij niet deze spray, schoon is. Volgens 4 sterren normen, we werken met een professioneel schoonmaakbedrijf, dus een kamer is sowieso schoon. Het enige is dat er heel veel dingen in iedere ruimte zijn, zowel in je eigen huis als in een openbare ruimte, ook in een hotelkamer. En die zijn onzichtbaar, dus dat zijn bacteriën, virussen, ja, schimmels. Het zijn allemaal vervelende woorden, maar die zijn wel aanwezig. En deze spray zorgt ervoor dat ze worden geëlimineerd. Het is 100% biologisch afbreekbaar, dus het is ook niet schadelijk voor de gezondheid. En zeg maar na een half uur is de stof ook niet meer in de ruimte aanwezig. Dus wij krijgen er helemaal niks van. Kost het niet heel veel extra voor mensen om dan een kamer te huren die met die spray behandeld is? Op dit moment kost het voor onze gasten niets. We bieden deze in de pilotfase de NocoSpray behandeling kosteloos aan. Vanzelfsprekend kost het voor ons wel wat geld, maar wij willen graag onze nek uitsteken om te kijken of deze pilot kan slagen. En het is natuurlijk ook nog wel iets nieuws. Maar ja, wij zijn graag de eerste in dit geval. En ik kan me best voorstellen, als er echt grote vraag naar is, dat het iets is wat in de toekomst meer gebruikt zal worden in de hotellerie. De stadsregio Arnhem-Nijmegen wil dat er toch weer goedkopere papieren buskaartjes komen. Deze zijn volgens de stadsregio nu veel te duur. Begin van dit jaar werden de goedkopere kaartjes afgeschaft. Connection vond deze buskaartjes een te grote concurrentie voor de OV-chipkaart. Binnenkort beginnen de onderhandelingen tussen de stadsregio en Connection. Gisteren werd in Dudok een debat georganiseerd met als onderwerp: wat doet de politiek voor de werkzoekenden? Politici, ondernemers en werkgevers gingen met elkaar in discussie over de werkgelegenheid in Arnhem. Iedereen die wil natuurlijk aan het werk. En de rol van de gemeente voor mensen die werkloos zijn is niet zo heel erg groot. Het enige dat is volgens mij het allerbelangrijkste, is dat we inzetten op het aantrekken van bedrijven naar Arnhem. Natuurlijk wordt er eventueel de bijstand betaald, maar krijgen we die bijstand? Kunnen wij dat in de vorm zien van de maand januari salaris, wat wij van Realwork te goed hebben? Als wij de gemeente bellen, ze weten daarvan niks. Als wij bellen, we weten dat Realworks failliet is verklaard, maar voor de rest, we weten niks. Nou, dus moeten wij dan morgen geld krijgen? Ik heb vandaag gebeld, we weten nergens wat van. Ik heb het uit laten zoeken, wij hebben een rechtsgeldig arbeidscontract. Wij zijn of productiemedewerker of een algemeen medewerker. Maar nu blijkt dat volgens het UWV dit een zogenaamd reïntegratiecontract is, waar wij niks van af weten. De feitelijke situatie is, u heeft een arbeidsovereenkomst met Realwork gesloten. En dat is een gewone arbeidsovereenkomst voor een jaar. Als een bedrijf waar je een arbeidsovereenkomst mee hebt failliet gaat, dan komt er een curator en normaal gesproken is het UWV dan een tijd lang, en dat verschilt afhankelijk van hoe lang mensen gewerkt hebben, een tijd lang verantwoordelijk om het salaris door te betalen. We leven nu in een keiharde, vermarkte, vercommercialiseerde maatschappij. Wat deze mensen ook vertellen, het opjagen van werklozen, dat is een verschrikking. Daar moeten we echt mee ophouden. We moeten heel anders leren aankijken tegen werk. Volgens mij kan de gemeente een paar dingen doen die wel werken.
Ten eerste kun je hier bedrijven naartoe halen. Daar hebben al verschillende partijen wat over gezegd. Dat kost heel veel energie en je ziet ook dat het risico's in zich heeft. Met Rework is dat op een verschrikkelijke manier verkeerd gegaan. En ik vind ook dat de gemeente zich daarvoor moet verontschuldigen. De participatiewet kan zorgen dat werkgevers meer moeite moeten gaan doen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te huren. Alleen het probleem is dat er zo'n grote bezuiniging op ons afkomt. Dat mijn grootste zorg is of mensen nog wel de begeleiding en de coaching en mogelijkheid hebben om opleidingen te volgen. Waardoor die aansluiting nog wel plaatsvindt. Onze grootste uitdaging wordt meer banen naar Arnhem te halen. We hebben in Arnhem 6.600 mensen in de bijstand. En de meeste daarvan willen gewoon graag aan het werk. U is gevraagd om formulieren in te vullen voor de gemeente. En iedereen die dat gedaan heeft, is vandaag de uitkering overgemaakt. En ondanks het feit dat we bij de gemeente allerlei gedoe hebben gehad met het automatiseringssysteem, zijn die vandaag overgemaakt. Zijn er nou mensen die dat formulier nog niet hebben ingevuld? Dan kunnen ze dat morgen nog doen en dan wordt het morgen overgemaakt. De ranglijst van de lokale duurzaamheidsmeter is weer bekend. Arnhem staat op de vierde plek van de 88 gemeenten die hebben meegedaan aan deze proef. De meter laat de ambities en de initiatieven zien van de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Op de eerste plek staat Nijmegen. Op 19 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Wat vindt de Arnhemmer belangrijk en weten zij al op wie ze gaan stemmen? 19 maart zijn de verkiezingen hier in Arnhem. Waar gaat u op stemmen? Weet u dat al? Dat weet ik al. ChristenUnie. Nee, nog niet. Ik stem D66, maar dat is meer ingegeven door de landelijke politiek dan door de plaatselijke politiek. Nee, nog niet. En wat gaat u eraan doen om dit wel te weten? Nou, even goed rondkijken en op TV Gelderland kijken en zo. Nee, dat weet ik nog niet exact. Nee, eerlijk gezegd helemaal niet. En ga je nog inlezen of hoe ga je dat doen? Ja, ik was wel van plan nog wel wat te gaan inlezen, maar ik moet eigenlijk nog heel even kijken. Als je zo erover nadenkt, wat wil je dan graag dat er verandert in Arnhem? Mevrouw, zo politiek gericht ben ik niet. Dus dat weet ik niet. Maar ik vind wel dat er meer voor ouderen moet gaan gebeuren. Nou, verbeteren, dat weet ik niet zozeer. Ik hoop dat dat hele Rijnboog gebeuren en het gemeentemuseum, wat zoals het nu staat, en het Focus Filmtheater, dat gewoon blijft waar het nu staat. En dat niet in één groot kunstpakket komt. Dat is één. En ik denk dat de gemeente straks een best zware taak krijgt, doordat vanuit de landelijk gezien aantal zorgtaken naar de gemeentes worden overgeheveld. Dus ik ben heel benieuwd hoe de gemeente Arnhem dat gaat invullen. Dat ze een beetje de straten schoon worden gehouden en zo. De pleinen ook bij ons daar in Zuid, als de markt is geweest, dat er eens een keer de veegwagen eerder komt. Ja, dat weet ik wel. Ik ben voor veel meer vrijheid voor de ondernemers en laat de consument maar beslissen en de ambtenaren het mogelijk maken. Ik durf eigenlijk niet zo heel goed te zeggen wat. Ik denk wel iets met meer veiligheid en ik vind minder kunst eigenlijk. Want ik zie heel veel kunstprojecten, maar ik zie eigenlijk dat er naar mijn mening te veel geld in gestoken wordt. Wat zijn dingen waarvan u zegt, nou, dit is goed zoals het is, ik hoop dat ze dat niet veranderen? Nou, dat er meer samenhang tussen de mensen komt. En liefde natuurlijk onder elkaar, hè? Nou, ik denk dat op dit moment de gemeente Arnhem, wat ik zo in mijn leefomgeving zie, ik woon dan in het Sonsbeekkwartier, dat ze daar bijvoorbeeld goed aan wegenonderhoud doen en onderhoud van plantsoenen en dergelijke. Dat gebeurt best goed, vind ik. Nou, dat is dus die vernieuwingen wat wij daar krijgen allemaal, hè? Dat wordt allemaal opgeknapt. De winkelcentra's, de parkeerplaatsen, noem maar op. Nou, dat is fantastisch, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat hebben ze netjes opgeknapt zo. Ik vind dat er heel goed wordt opgeknapt in de wijk. De wijk wordt echt wel beter hier, midden in het centrum dan. En dan nog het weer. Het was vandaag een bewolkte dag met hier en daar een bui. Het werd zo'n 7 tot 10 graden. Vanavond trekt de lichte regen noordwaarts en blijft het bewolkt. Het koelt af tot het vriespunt. Morgen overheerst de bewolking en is er plaatselijk kans op wat regen. De maximumtemperatuur wordt 7 tot 8 graden. Wij wensen u nog een fijne avond en een goed weekend toe.